Ik ben Martine Wartlink en in deze video vertel ik je over risicomanagement en hoe informatiebeveiliging er in de praktijk uit kan zien. Als voorbeeld schets ik het bedrijf Alfa. Alfa heeft de informatiebeveiliging goed op orde. Nou, hoe komt dat? We vragen het aan de directeur. De directeur geeft aan dat informatiebeveiliging een vast agendapunt op de bestuurlijke agenda is. Het management heeft daarbij een actieve rol. Medewerker Geert heeft van het bestuur de taak gekregen om te zorgen voor informatiebeveiliging. Geert beschikt hiervoor over voldoende kennis en competenties. Hij weet waar hij het over heeft. Hij heeft een actueel overzicht van de hard- en software die het bedrijf gebruikt en weet waar de grootste risico's liggen. Hij weet ook op welke manier de kwetsbaarheden bewaakt worden en hij controleert regelmatig of dit nog actueel is. Dit overzicht is er ook voor de systemen waar bijvoorbeeld een periodieke controle plaatsvindt, wie er toegang heeft en met welke rechten. De medewerkers zijn zich heel bewust van informatiebeveiliging. Dit komt dankzij campagnes, maar ook dankzij werkoverleggen en nieuwsbrieven waarin het onderwerp vast terugkomt. Zo vertelt een medewerker dat er regelmatig wordt geoefend met crisisoefeningen, bijvoorbeeld door het rondsturen van een phishingmail. Nou, de oefeningen laten zien of de getroffen maatregelen inderdaad werken. De directeur heeft een actueel overzicht van de risico's die het bedrijf loopt en hij weet waar hij op moet sturen. In dit voorbeeld zijn verschillende aspecten langsgekomen die horen bij een bedrijf waar de informatiebeveiliging goed geregeld is. Welke onderdelen uit dit voorbeeld herken jij in jouw organisatie? En wat voor organisatie ben je? Ben je een voorloper? Ben je innovatief? Gebruik je veel technologie en besteed je dan ook steeds aandacht aan de informatieveiligheid ervan? Of staat juist de innovatie voorop en wordt informatieveiligheid onderbelicht? Iedere organisatie heeft eigen kenmerken die van invloed zijn op de informatieveiligheid. Misschien heb je wel veel infokrachten die moeten inloggen op je systeem. Als je 's nachts of in het weekend niet altijd een IT'er klaar hebt staan om een nieuwe inlog te maken, werk je misschien wel met een algemene inlog. Hoe regel je ook dan de veiligheid? En welke risico's neem je dan? En hoe ga je daarmee om? Voldoen aan de informatieveiligheid moet in de praktijk werkbaar blijven. Denk aan de computers van medewerkers op locatie. Het komt vaak voor dat iemand even wegloopt en de PC niet vergrendeld is. Mensen vergrendelen nou eenmaal niet hun PC elke keer als ze even opstaan. Dat moet je dus regelen. Na welke tijd wordt het computerscherm geblokkeerd? 5 minuten? In 5 minuten kan er alsnog veel gebeuren en is er heel veel te zien. Maar het moet ook werkbaar blijven. Nou, een tijd te hanteren van 30 seconden is goed om iedereen weg te pesten. Nou, welke keuzes maak je hierin en hoe schat je de risico's in? Welk risico past dus bij jou en je organisatie? Zorg dat je als bestuurder deze risico's in beeld hebt. Dit staat naast de werkbaarheid en de goede werkcultuur. Je kan er een simpele rekensom van maken. Risico is de kans maal het gevolg. Wat is de kans dat een dreiging zal plaatsvinden, maal hoe groot zijn de gevolgen ervan? Als je deze risico's in kaart hebt gebracht, heb je een eerste stap in je risicomanagement gezet. Je hebt situaties gekwalificeerd waarvan je verwacht dat die meer of minder zullen voorkomen en hoe groot de schade is voor je bedrijf wanneer dit gebeurt. Je neemt hier ook maatregelen op. Dan blijft er nog een heel klein restje risico over en je weegt af of je dit risico acceptabel vindt. Een computer in de algemene ruimte wordt door meerdere mensen gebruikt. De kans is groot dat daar iets misgaat met digitale virussen. Als deze computer verbonden zou zijn met je cruciale bedrijfsgegevens, kunnen de gevolgen groot zijn. Dat wil je niet. Dus je stelt een standalone computer beschikbaar voor de algemene ruimte. En accepteert dat er af en toe wat virussen op zitten. Nou, wat is dan echte schade? Nou, echte schade kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer iemand een foto heeft gemaakt van een openstaand scherm. Met privéinformatie van een cliënt. En dit vervolgens ergens plaatst. Daarmee is de privacy van een cliënt geschaad en daarmee het beroepsgeheim van de behandelaar en van je instelling. Wanneer een hacker medische gegevens zou veranderen van een cliënt, klopt je behandeldossier niet meer. Daardoor kan er medische, lichamelijke schade ontstaan. Wat denk jij? Gaan innovatie en veiligheid samen? Ik hoor vaak alle veiligheidseisen houden innovatie tegen. Nou, zelf kan ik innovatie niet zien zonder beveiliging. Ik hou van nieuwe apparaten, maar wil wel dat deze ook veilig zijn om te gebruiken.
Ik kan me zelfs niet voorstellen dat de nieuwste magnetron niet getest is op ontploffingsgevaar, bijvoorbeeld. En neem bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. We zijn toch blij dat hij niet zomaar op de snelweg rijdt, zonder veiligheidseisen en eerst heel goed getest te zijn. Je hebt veiligheidsmarges nodig. Eerst testen in een veilige omgeving. En als we dit normaal vinden en zelfs verwachten, dan kunnen we dat toch ook verwachten van de nieuwe gadgets en de nieuwe systemen die belangrijke informatie delen? Het lastige zit in de vele sloten die soms worden aangebracht. Dat maakt het minder gebruiksvriendelijk. Je wil snel in je huis kunnen en niet 3 aparte sleutels omdraaien met je boodschappen in je handen. Dus heb ik nu 1 3-punt slot. Mijn waardevolle spullen heb ik wel in een kluis zitten waar ik meer moeite voor moet doen. Je kunt dit dus vertalen naar de IT in de zorg. Zeker wanneer mensen op de werkvloer of bewoners of cliënten met hun lichamelijke gegevens om moeten gaan. Juist dan is het belangrijk om op de veiligheid te letten. Als een apparaat veilig is en simpel in gebruik, kan er niet zoveel misgaan. Dat heb je gezien in je risicoanalyse. Je kunt overal afwegingen in maken. De vraag is, op welk niveau moet je hoe veilig zijn? De computer of app die door medewerkers en bewoners gebruikt wordt, moet toegankelijk zijn en veilig zijn. Specifieke bedrijfsinformatie of de sturingsinformatie van je systemen mag achter meer sloten zitten en slechts door enkele bereikbaar. Je weet nu hoe je een start maakt in risicomanagement en welke elementen minimaal horen bij informatiebeveiliging. Wat is jouw visie op werkbaarheid en beleid op innovatie van de zorg?